Hallo, mijn naam is Patrick Savallen en twee dagen geleden heb ik een filmpje gemaakt waarin ik heb geprobeerd zo eenvoudig mogelijk uit te leggen waarom de PCR-test, die zo belangrijk is in deze coronacrisis, waarom die niet geschikt is om virussen te detecteren of om infecties vast te stellen. Dat filmpje dat ging viraal, waarvoor dank. En op een gegeven moment werd er gereageerd door het OMT. Meer specifiek door Marion Koopmans, is een virologe van het OMT, vaak op tv. Zeg maar een soort superstar, hè? Mag ik het zo zeggen. Zij had het filmpje bekeken en zij gaf een waarschuwing dat de inhoud van mijn filmpje niet klopte. Nou is het niet zo controversieel als veel mensen denken. Er zijn heel veel mensen die er wel heel veel verstand en wel heel hard voor geleerd hebben die precies hetzelfde zeggen als ik. Al heel lang, al sinds AIDS-onderzoek of HIV-onderzoek, 30 jaar geleden werd gezegd dat die PCR-test niet geschikt is om die infecties aan te tonen. Marion die reageerde. Maar ja, zeggen dat het niet klopt is wat anders dan aantonen dat het niet klopt. Dus ik vroeg Marion alsnog dan om de paper waarin die PCR-test werd gevalideerd. En Marion die reageerde met die paper. Waarvoor dank. Nog even samenvattend wat precies mijn vraag was, mijn kritiek. Dit is een virus. Een virus bestaat in een kern uit genetisch materiaal. Daaromheen zit een capsule, een lipidecapsule. En daarop zitten allemaal spikes, de receptoren. Dat genetisch materiaal, dat is maar een klein deeltje van het virus. Er zijn nog veel meer onderdelen. En wat die PCR doet, is van dat genetisch materiaal, wat een deel van het virus is, een heel klein deeltje detecteren. De vraag is nu, hoe weten wij dat als dat RNA gedetecteerd is, dat ook het hele virus aanwezig is? Marion zegt dus dat dat wel gebeurd is en linkte deze paper door. Dat is een paper waarin ze zelf genoemd wordt. Dat is een van haar papers. Comparison of the Commercial Real-Time Reverse Transcription PCR Assays for the Detection of SARS-CoV-2. Marion, dankjewel. Supercool, meen ik serieus. Ik vind ook een klein beetje dat het jullie taak is als er vragen zijn die behoorlijk door veel mensen gesteld worden, dat jullie daar gewoon netjes uitleg op geven, ook op detailniveaus in dit geval. Dus hartstikke bedankt. Ik heb je paper gelezen. Ik begrijp het. Maar keur het af. Serieus. Om drie redenen. Het document is slordig. Jullie meten de sensitiviteit van de PCR-tests. In dit geval, jullie meten er een stuk of 16, geloof ik. Jullie meten de sensitiviteit met een viruscultuur. Een bakje virussen, waarop die dan moet aanslaan. En ik zou dan verwachten dat ik onderin het document een voetnoot zou vinden waarop ik verder zou klikken, waar ik dan de validatie van dat viruscultuur kan vinden. Want wat er nu gebeurd is, is dat de validatie van de PCR is verschoven naar de cultuur. Hetzelfde voor de specificiteit. Jullie gebruiken een RNA-panel, een mix van RNA-materiaal van verschillende soorten virussen, om te zorgen dat die test alleen maar dat ene virus en niet een ander detecteert. Ik zou verwachten dat ik onderin een voetnoot zou kunnen vinden waarin dan de validatie van dat RNA-panel te vinden is. Dus dat zijn al twee redenen. Die voetnoots ontbreken en de validaties is nu gewoon verlegd naar die gebruikte virusculturen. Er is dus in dit document niets gevalideerd. Daarnaast is de test verkeerd ontworpen. Een goede test detecteert niet slechts de positieve, die sluit ook de negatieve uit. En dat laatste gedeelte is niet gebeurd in deze validatie. Wat betekent dat? Wij weten niet of deze PCR negatief zou geven als die wel het RNA, maar niet het hele virus vindt. Dat is in deze validatie niet gebeurd en dat is nou precies waar iedereen om vraagt. En ik ben echt niet de enige. Er zijn een heleboel echte virologen die hier gewoon om vragen en die hier twijfels bij hebben. Misschien is het heel logisch en heel waarschijnlijk dat als dat RNA er is, dat ook altijd dat virus er is. Maar zo werkt wetenschap niet. We willen het gewoon testen. Dus, wat wij nu moeten doen, en ik richt me nu even op de rest van het publiek, is wij moeten druk gaan zetten om te zorgen dat dit team, de fabrikanten van die PCR-tests, alsnog die tests op de juiste manier met de enige echte gouden standaard gaan testen. En dat is fysieke isolatie van dat virus. Anders weten we niets. Nou begrijp ik dat ik helemaal geen gewicht heb.
Maar dat is in wetenschap helemaal niet belangrijk. Wetenschap is zo ontworpen dat je niet hoeft te geloven dat de reputatie van iemand totaal onbelangrijk is. Dat de opleiding van iemand totaal onbelangrijk is. Of je nou 0 papers of 10.000 papers hebt geschreven. Wetenschap is ontworpen zodanig dat je kan controleren. Dat je niemand hoeft te geloven. En wij kunnen nu niet controleren. Bedankt. Ik hoop dat jullie nog één ding voor me willen doen. Ik ben om dit soort verhalen... ben ik van LinkedIn verbannen, al 3 maanden geleden, ben ik gedeplatformd. Zonder enige mogelijkheid tot weerwoord, zonder enige goede opgave van reden ben ik verbannen. Dus ik heb jullie nodig om dit nu te verspreiden op je LinkedIn, op je Facebook, op je Twitter, enzovoort, enzovoort. Dankjewel.